Ja, voorzitter, dank voor het antwoord op mijn vraag, want daar begon het eigenlijk mee. Naar aanleiding van... Dus kijk, we hebben inderdaad een apart coronadebat, maar ik vond dit wel een punt wat je merkte dat dat heel veel losmaakte van werkt de overheid, werkt deze minister, onbedoeld, niet mee aan de polarisatie die we eigenlijk juist niet moeten hebben. Moeten we niet met elkaar kijken welke verstandige maatregelen, welk appel op ieders verantwoordelijkheid kunnen we doen in deze situatie? En moeten we niet oppassen om in de sfeer terecht te komen van... houdt een bed bezet wat eigenlijk voor anderen bedoeld is. Dan gaan we toch meer schuldigen aanwijzen dan dat we met elkaar kijken van wat ons te doen staat. Dat is de zorg die ik had en die ik eigenlijk ook wel houd na het antwoord van de minister. Want hij zegt eigenlijk, ja, ik heb er heel bewust voor gekozen en ik zou het morgen bij spreken weer doen. Want ja, dat is gewoon, zo is het nou eenmaal en de waarheid moet gezegd worden. Maar ja. Doet hij dan wel recht ook, ik snap zijn oprechte zorg die erachter zit, voor juist het opleiden virus. Daar doe ik niets aan af, maar het gaat me wel om het punt, is dit nu de goede manier? Zijn nu niet meer mensen sterk geprikkeld in plaats van geprikt als gevolg van deze discussie? De minister. Mooie woordspeling. Ik hoop dat ze geprikkeld zijn om te denken, ja, dat kunnen we ons inderdaad toch ook niet veroorloven. Hè? Want solidariteit vraagt toch van iedereen zijn bijdrage. Dus ik hoop dat mensen geprikkeld zijn. Ik hoop op een andere manier dan u waarschijnlijk bedoelt. Maar ik hoop dat mensen geprikkeld zijn om opnieuw na te denken van ja, inderdaad, misschien moet ik ook gewoon mijn bijdrage leveren. Kijk, waar het uiteindelijk om gaat, is dat we de zorg toegankelijk houden voor iedereen. Als we dat niet doen, dan neemt de polarisatie alleen maar sterker toe. Want dan moeten we uit gaan leggen dat er weer operaties worden afgesteld. Omdat het niet mogelijk is om een bed vrij te houden voor degene die gewoon eigenlijk op dat moment ook gewoon een bed nodig had. Het is niet zo dat alleen coronapatiënten recht hebben op een bed of voorrang hebben op een bed. Het is zo dat alle patiënten recht hebben op een bed en daar willen we allemaal voor zorgen. En als we dat willen blijven doen, dan zullen we echt de vaccinatiegraad verder moeten verhogen. En daarvoor is het goed om echt te beginnen bij die feiten die, vind ik, zo ongelooflijk onweerlegbaar voor zich spreken. Ja. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, de minister vindt dat de feiten voor zich spreken, maar je ziet tegelijkertijd weer een discussie. Het is geen momentopname, het is een film, maar hoe is het daar en hoe zit het dat en wat zit er achter die cijfers? Of dat nu het in de helderheid brengt en mensen aan denken, dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Je kan ook denken, er ontstaat een hele cijferstrijd hierover, terwijl het vrij evidente beginpunt is, en dat is prima om dat te benoemen, dat vaccinatie een positieve bijdrage levert aan het bestrijden. Nou, daar kunnen we elkaar juist in vinden. En in plaats daarvan krijgen we nou een hele discussie over, maar wie zijn schuld is het nu als je toch in het ziekenhuis terechtkomt? Dat vind ik jammer. En ik denk dat dat contraproductief werkt. Zou de minister niet veel meer, is mijn vraag, ook respect kunnen opbrengen voor mensen die gewoon wel overwogen keuzes maken? Hoort dat ook niet bij het grondrecht van de lichamelijke integriteit? En is het niet een veel betere boodschap om te zeggen, ik roep iedereen op in deze omstandigheden om heel goed geïnformeerd, heel wel overwogen een keuze te maken? En is het dan niet de taak van een minister om als mensen dat doen, ze niet weg te zetten, maar ook ze te respecteren in die keuze? De minister. Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, ja, ik respecteer de vrijheid natuurlijk die we hebben. We kiezen in Nederland niet voor een vaccinatieplicht. Hè. Ik denk als je kijkt naar welke verplichtingen er gelden, dan is Nederland ook in de richting van gewetensbezwaarden, richting twijfelaars, et cetera, is denk ik het mildst van alle West-Europese landen. En ik denk dat dat ook nog eens een keer past bij onze cultuur, zou je kunnen zeggen. Dat wij niet zo heel erg houden van allerlei vormen van staatsdwang. En ik denk dat, nou, uw partij is er ongeveer voor opgericht, denk ik. Hè? Dus ik denk dat we elkaar daar ook kunnen vinden. Dus een verplichte vorm van vaccinatie, daar is geen sprake van. Dat gaan we ook niet doen. De vrijheid heeft iedereen om te zeggen, ik wil me niet laten vaccineren. Maar die vrijheid, die moet wel in verantwoordelijkheid worden genomen. En die vrijheid kan dus nooit vrijblijvendheid zijn. En de minister van Volksgezondheid is minister van Volksgezondheid. En die moet wijzen op de implicaties van als je er niet aan doet, als je er niet voor kiest in die vrijheid die je dus hebt, maar dat het heel onverstandig is om die vrijheid op zo'n manier te gebruiken door te zeggen, nou, ik doe het maar niet. Dat is evident. En dat bewijst, denk ik, de feiten uit het ziekenhuis. De 4 op de 5 op de IC, de 3 op de 4 in de ziekenhuizen. Dat is een situatie die zijn niet gevaccineerd. En die feiten moet ik als minister van Volksgezondheid over willen brengen, vind ik. Om mensen ook juist te prikkelen, juist aan denken te zetten van ja, moest ik toch ook niet maar. Want ik kan toch niet
Ik kan toch niet denken van, nou, misschien zal het aan mij wel voorbij gaan. Iedereen heeft toch een verantwoordelijkheid in een samenleving om bij te dragen aan toegankelijke zorg. Aan het beschermen van jezelf, het beschermen van anderen. Dat is toch een opdracht die we als lid van die samenleving met elkaar hebben. En het is toch juist aan de politiek ook om de samenleving dat appel, op de samenleving dat appel ook te doen. De heer Van der Staaij. Voorzitter, appel op ieders verantwoordelijkheid, daar teken ik voor. Maar wel ook met de ruimte om daarin eigen keuzes te maken uiteindelijk. En dat ook te respecteren. Want wat is vrijheid uiteindelijk waard? Als we zeggen, u hebt wel de vrijheid, maar u moet eigenlijk alleen doen wat wij willen. Dan is het geen vrijheid meer. Er moet uiteindelijk ook wel ruimte zijn om ook, dat hoort denk ik ook bij het samenleven, dat we ook aan het eind van de discussie zeggen, mensen hebben erover nagedacht, we hebben hen geprikkeld om er goed over na te denken, maar we aanvaarden en respecteren dan ook dat de uitkomst ook anders kan zijn dan ons soms voor ogen staat. En dan is het ook tijd om wel weer die solidariteit ook waar te maken. En ik vind dat die snel wegzakt als we in de sfeer terechtkomen van wie is de schuld van het feit dat er toch mensen in het ziekenhuis belanden. Nou, ik denk dat we op dit punt gewoon echt enigszins van opvatting verschillen, hoewel we misschien ook alweer dichter bij elkaar staan dan u zou vermoeden. Kijk, ja, die vrijheid die staat. En aan die vrijheid toorn ik ook niet. Alleen, je hebt een verstandige, een verantwoordelijke manier om aan die vrijheid invulling te geven. En je hebt, gegeven de feiten die we nu gewoon zien in de ziekenhuizen, ook een niet verstandige en minder verantwoordelijke manier om aan die vrijheid invulling te geven. Ik vind dat ik als minister van Volksgezondheid de taak heb om de feiten te melden en mensen dat appel op hun verantwoordelijkheid ook te doen. Dat is één. Twee is, ik heb ook de taak om de vrijheid te beschermen. En ik vind het, laat ik u dat ook kan geven, ik vind het eerlijk gezegd minder moeilijk om de keuze te respecteren als daar sprake is van gewetensbezwaardheid. Hoezeer ik het ook niet meemaak, hoezeer ik het ook niet kan volgen, et cetera, vind ik minder moeilijk om dat te respecteren dan dat er mensen omwille van desinformatie of omwille van het ontkennen van de ernst van het virus in die ziekenhuizen liggen. En laten we niet doen alsof alle mensen in de ziekenhuizen gewetensbezwaard zouden zijn. Dan zou de Bible Belt heel veel groter moeten zijn dan die op dit moment is. Het is ook niet zo dat als alleen de gewetensbezwaarden zich niet zouden laten vaccineren, dat om die reden alleen de zorg overbelast zou kunnen raken. Dat is ook niet zo. Dus ik doe een appel op ieders verantwoordelijkheid om die vrijheid met verstand in te vullen, met verantwoordelijkheid in te vullen. Ik wil mensen wijzen op wat evidente verstandige keuze is. Maar ik zal uiteindelijk altijd de vrijheid van mensen ook beamen die men heeft om ook een andere keuze te maken. Mensen hebben ook de vrijheid om soms onverstandige keuzes te maken. Dat is wel waar. Alleen is het mijn taak om mensen daar wel op te wijzen. Dank u wel.